hebben hier een perceel kunnen aankopen van 3 hectare. Een mooie helling, 12 meter oplopend bij het landgoed Sint-Gerlach. En hier hebben we 11.000 wijnstokken geplant. Müller-Thurgau, Souvigny Gris, Johanniter en Monarch. Monarch is een rode wijnsoort. Hier staan we bij de Johanniter. Deze is vorig jaar geplant, teruggesnoeid dit jaar. En volgend jaar gaat die voor het eerst druiven dragen. Dus dan gaan we het eerste kleine volume wijn maken. En uiteindelijk zullen we hier over een aantal jaren zo'n 12.000 tot 13.000 flessen kunnen produceren van deze wijngaard. Maar bij een wijngaard moet je ook iedere dag zijn. Er is altijd wel iets te doen. Of te snoeien, of te knippen, of de grond kijken wat er gebeurt. Palen te zetten, te spannen. Alles is handwerk. Iedere stok moet je in de hand nemen. En ja, ik vind dat erg mooi om te doen. In Zuid-Limburg hebben we natuurlijk de perfecte grond met kalk, mergel, grind. Mooi op het zuiden gelegen, deze helling, de hele dag zon. We hebben inmiddels hele goede wijnmakers. We doen dit samen met Stan Beurskes van Sint Martinus uit Veilen en met de Fromberg. Daar maken we de Müller-Thurgau mee. Dus heel deskundige wijnmakers. En we hebben natuurlijk het klimaat nu in ons voordeel. We hebben hier ook heel weinig last van hagel en dit soort. Dus het klimaat is perfect, de grond is perfect, de deskundigheid is perfect. En vooral de gasten die het graag drinken, want wij maken hele mooie producten. Ja. En wat is nou mooier om iets van eigen bodem te drinken, hier uit Zuid-Limburg, deze eeuwenoude streek. En dat gaan we dus straks aan de gasten presenteren en schenken. En het is mooi om daar zelf bij betrokken te zijn en daar ook dagelijks mee bezig te zijn. Dus u gaat echt opnieuw beginnen, zou ik maar zeggen. Ja, en een droom. Zeker. Helemaal iets anders doen. Eigenlijk mijn droom toen ik vroeger hier op de boerderij werkte, was om ooit boer te worden. En dat begint nu een beetje vorm te krijgen. We hebben al kippen, Mergelandhoenders, we hebben Mergelandschapen, we hebben wilde koeien, wilde paarden in het natuurgebied Ingendaal. Volgend jaar komen daar ook Limburgse varkens bij. En we hebben natuurlijk een hele grote moestuin, wijn. We hebben een hele grote fruitboomgaard. We hebben een imkerij, dus we maken van 400 tot 500 kilo honing per jaar. Dus je zou wel kunnen zeggen, het is eigenlijk al best een gemengd bedrijf. Want vroeger hadden de boeren hier graan en suikerbieten en veeteelt. Maar we hebben nog een zwijnbouw erbij. Dus dat is wel heel erg mooi. Dus het wordt eigenlijk een compleet bedrijf. Dus het wordt niet alleen landgoed Sint-Gerlach, maar land- en wijngoed Sint-Gerlach.